right, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. I'll be your refreshments and stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog. En waar ben ik? Ik ben op de achtergrond een of andere brug. Waar zou ik nou ongeveer wezen? Ik ben op de Brielse Maas en ik ben samen met Ramoski! Ramoski is er weer hoor, hij is er weer hoor. Super, dat is helemaal mooi. En wat gaan we vandaag doen? We gaan even 2 vlogs opnemen. Ja, ook een beetje wat post maken. En we gaan er even gekheid uithalen, weet ik veel allemaal wat we allemaal gaan doen. Ja, we zien het allemaal wel. Ik ben gewoon voor me niet goed bij je verstand! Je bent god van een goed bij je verstand! Nee, sorry hoor. Hij is niet goed bij je verstand! Zo, staat er een te grillen hier hoor. Hi. Ja, sorry hoor. Sorry hoor. Was niet mijn bedoeling. Nou, we zijn even op de Brielse Maas. Ik heb de auto gewoon even random, gewoon even het gras neergepleurd. En we gaan even kijken, even wandelen. Ik weet nog niet wat we gaan doen. Dadelijk wordt het ook leuk. Dadelijk gaan we naar een andere locatie. Ramon weet nog niet waar zo, maar dat ziet hij dadelijk wel, waar we naartoe gaan. Maar ja, het is hier echt ontzettend mooi is het hier zo. En dat wou ik jullie even laten zien. Moet je kijken wat de omgeving. De Brielse Maas. Echt een toplocatie. Kijk, ik wou hem hier neerzetten. Onder die brug. Maar dat gaat niet. Dat mag weer niet. Want ze hebben weer zo'n paal hebben ze hier neergezet. Dus je kan je godverdorie weer nemen. Je mag hier weer niet parkeren. Ja. Ja. Moet ik nou weer boos worden? Dus je moet wel even kijken voor de auto, hè? Want de auto staat als jatten ze mijn auto dadelijk. Ik krijg geen auto meer. Oh nee, dat kan niet, want ik heb mijn sleutels bij me. Maar het is een lekkere zonnige zondag. Fijn dat ik heb gelijk gespeeld met 1-1 tegen AZ. Daar was ik de vorige vlog mee beëindigd. En moet je kijken, jongens. Wauw. De omgeving is dat hier. Lekker omgeving is dit. Kijk hoe mooi het hier is. Echt. Nou, die windmolens is dan wel weer minder. En die gozer met die bril op en die pet op, dat is ook weer wel weer wat minder. Maar goed. Ja, heb je dat? 11 september is er niks gebeurd. Nou, over 2 weken gaan we weer naar de Efteling. Over 2 weken. En over 4 weken, dan gaan we een leuk tripje doen naar een ander pretpark. Maar ik ga nog lekker niet zeggen wat voor pretpark het is. Nee, dat gaan we nog niet zeggen. Nee. Anders is het weer verklappen. Dat is een beetje zonde nog. Ja, nee, dat is zonde. Dat is een beetje minder. Ik ga niet zeggen dat ik, waar ik over 4 weken naartoe ga, want dat is ook weer, dat is ook weer zoiets. Kijk eens, sommigen weten het al, sommigen weten het nog niet. Maar voor degenen die het nog niet weten, ja, gewoon mijn kanaal in de gaten blijven houden. En dan kom je er vanzelf achter, ja. 11 september in de opera, in de Efteling. Dat is mooi, ja. Dat is niet gek, maar toch goed. Lekker is het hier, hoor. Hè. Ja, het is, ik heb al 2 dagen een headache van hier tot Tokio. Tering, ik heb koppijn, jongen. Want dat is niet zo mooi, hoor. Heb ik al 2 weken, 2 dagen heb ik al last van. 2 weken last van. 2 dagen last van. Ja, 2 dagen, ja. Dus mooi beetje op wat genieten. Ja, het is echt heerlijk. Volgende keer nemen we gewoon een tentje mee. Gaan we hier een tentje neerzetten. Gaan we wel een dagje staan. Tentje bouwen. Ja, het is ook nog fucking druk is het best wel. Moet je kijken hoe druk het is. Er zijn best wel aardig wat mensen. Dan hebben we ook weer mooie dagen. Een mooie weer. Ja. Weer rond de 25 gaat het lekker hoog. Ja, maar het meeste hype ben ik over 4 weken. Maar wat zou dat nou zijn, hè? Wat zou het nou zijn, hè? Dat gaan we lekker niet vertellen, hè? Maar dit is een beetje de omgeving, dus het ziet hier prachtig uit. Ik ga zo nog wel even naar een andere locatie om nog even wat te filmen. Maar het is hier echt, het is hier beautiful. Een mooi
mooie omgeving. Is de... Oh, de ramen zijn dicht. Kan ook gewoon eventjes. Kan ook gewoon eventjes die... Oh, gaat hij nog... Ach. Wil ik de deur dicht gaan doen om weg te gaan? Nee, wat doet hij? Gaat hij potverdorie, gaat hij weer lopen zuipen. Gaat hij weer lopen zuipen hoor, die gozer hoor. Gadver, is dat nou nog een beetje lekker? Ja, voor die kan het wel lekker. Ja. Nooit op. Nee, ik heb het op. Ik drink altijd gewoon de cola. Vind je dat wel goed? Lolk. Zo. Terwijl er even een kaart, even een motor daar zo even kaart. Zo, hoor eens hé. Wat een knallen zeg, tering. Nou, dan ga ik ook nog even wat cola pakken. En dan ga ik nog heel even wat drinken. En dan gaan we even, ja, even een lekker wandelingetje maken hier. Dat is hier hartstikke mooi. Dus laten we even lekker een wandelingetje gaan maken hier ook. Door de Brielse Maas. Zo, nou dan gaan we eens even lekker aan mijn wandel eventjes, gezellig even. Even een stukje lopen hier en daar en overal. Ja, even lekker een wandelingetje maken. En gaan we daar lekker naar de tweede locatie. Ja, en dan is het weer helemaal goed. Zullen we zeggen. Maar wat dat is, de volgende locatie, dat zien jullie morgen, hè? Dat dan weer wel. Weer. Maar geniet nog eventjes, jongens. Het is echt prachtig hier op de Brielse Maas. Het is de enige mooie natuurlocatie die ik eigenlijk nog nooit gefilmd had, eigenlijk. Ik had dit eigenlijk nog nooit gefilmd, eigenlijk. Brielse Maas. Dit is ook weer anders voor de verandering. Ja, het is echt mooi hier, hoor. Het is echt... kijken. Ja. Ja, ik zeg al elke keer in mijn vlogs ook van... Je hoeft helemaal niet ver te gaan om... Een mooie omgeving te zien. Om een mooie omgeving te zien. Hier waar wij zitten in ieder geval. Op het eiland voor de putten. Daar heb je prachtige stukken. Natuur, hè. Kijk, een bootje daar op het water. Je bent godverdomme niet goed bij je verstand. Je bent godverdomme goed bij je verstand. Ik ben hartstikke goed bij mijn verstand. Je bent godverdomme niet goed bij je verstand, jij. Ik ben zeer goed bij mijn verstand. Kijk, eerst wou ik hem hier neerzetten. Bij die brug wou ik hem neerzetten. Maar dat kan dus niet, want het is alleen een fietspad dit. Graffiti allemaal. Ja, zo, kijk wel, het graffiti. Helemaal volgeliet dit. Nee, ik kan het nou ook niet echt mooi vinden. Dit vind ik toch mooi, kijk eens jongens. En zomers kan je hier ook lekker zwemmen. En dan mag even zien dat het leuker is. Dan is het natuurlijk lekkerder als die vieze penis, hè. Dan hoef je niet te zwemmen. Er is ontzettend veel blauwalg en zo. Ja, dat is ook niet. Om de havenklap wordt er weer gemeld van jongens, er is blauwalg, je kan niet meer zwemmen, dus kan je beter hier heen. Ja, precies. Dat is een beetje... Ja, het ligt eigenlijk tussen Brielen en Rozenburg, legt het eigenlijk in. Ja, maar... En dat is ook dat niet... Ja, het is gewoon heerlijk hier. Ja. Horen, die bossen. Ja, een beetje wind erop wordt gezien. Ja, toch? Dus ja. Ik weet de mooie plekjes wat te vinden. Oh ja, dat is niet verkeerd. Niks meer zo mee moet kunnen. Ja, hier komen we ook wel eens vaak mee werken. Dan moeten we hier ook de rotzooi opruimen hier ook. Vooral die klootzakken die hier altijd komen, altijd achterlaten. Ja, die hadden weer rommel gaan maken. Die hadden weer rommel maken, moeten wij het weer opruimen, ja. Moet ik nou weer boos worden? Ja, heb je dat? Ja, oké. Ja, heb je dat? Ja, oké. Okay. Ja, 11 september! Is er niks gebeurd? Het is al geweest 11 september. Ja, dat is helemaal niet zo lang geleden nog. Oké, okay, nou, je hebt nog eens een spooktrappie. Kijk, echt spooktrappie dat, zeg. Dan kom je op de snelweg uit, denk ik. Ja, oké, dan eens kijken. Zullen we eens kijken voor de grap? Ik denk dat je op die weg uitkomt. Allemaal bos allemaal. We gaan op onderzoek uit. Wat zou dit zijn? Een onderzoek. Dat is niet gek. Zo. Oh. Hey, kijk, Frans is hier ook geweest. Oh ja, Heinekus. Zo, het is wel een luguber trapje dit hoor. Hey. Ik vind dit echt een luguber trapje dit. Wat?
kijk, kom je op die brug uit, zie je wel, dat zei ik toch. Zo, blank. Kijk hier. Zie je, dan kom je op die brug uit. Om nou hier zo Nou, fantastisch zeg. We gaan weer terug. Ja, precies. Hier is ook niks te beleven. Nee, precies. Zo, een lekkere trap hier ook. Ja, dat wel. Kunnen leren. Kunnen we ochtendgymnastiek wel weer gehad voor vandaag? Jeetje zeg. Gelijk weer trappen lopen. Gelijk buiten adem. Koekeloeren momentje. Zo. Ik ben nu alweer buiten adem. Dat is niet niks. Dat is niet niks. Helemaal cool. Even checken. Kijk dit. Oh, mooi. Ik kan niet meer. Ik ga verdomme helemaal bek af, man. Ja, dat is. Het is even inderdaad niet anders. Nee, het is niet niks, hè. Nee, het is niet gek. Die geeft me wel goed. Die hoor, met zijn cola in zijn handen. Lekker colaatje, hè. Zo'n vanille cola. Vanille cola, jeetje, man. Lekker. Lekker van smaak. Oh my god. Het is te doen. Dat is mooi, ja. Kijk eens eventjes, jongens. Oh. Kijk eens, hé. Wauw. Wat een omgeving hier, oh, jongens. Zo, kijk. Zo. Kunnen leren te zeggen. Ja. Ja, hier die brug weer waar we er net overheen gereden zijn, waar we net boven gelopen zijn. Hier is die brug weer, weet je wel. Dus ja, het is wel mooi hier hoor. Echt een mooie omgeving hier hoor. Kan ik nou gewoon weer die kant teruglopen langs die brug of niet? Of gaat dat niet? Zo, ik ga eens op mijn bek hier hoor. Gras man, tering. Allemaal van die hobbels, man, nee. Nee, dat is niet Nick, hè. Oh, dat gaat niet, nee. Nee, hier kan je niet teruglopen meer. Hier kan je niet meer teruglopen. Allemaal in de bosjes. Kunnen leren, ja, gij. Wat een zootje hier. Nee hè. Gewoon helemaal wild gegroeid helemaal of zo. Doen ze helemaal niks aan. Het is ook geen gras, het is allemaal onkruid of zo. Lijkt het wel. Ja. Nee, gras is het niet, kijk maar. Het zijn allemaal van die kleine bloemetjes allemaal. Nou ja. Ze zeggen dat het erbij hoort. Ze zeggen dat het erbij hoort, hè? Ja, heb je dat? Heb je dat? Oké. Nou, naar de tweede locatie. Voor de goede verandering. Ja, je hebt hier niet veel meer verder. Nog een fietsje. Hé, kijk nou, hier heb je ook weer wat. Net dat je die brug. Wat is dit dan? Lijkt wel een soort tunnel of zo, joh. Kijk, eens kijken wat het is. Vaag, joh. Kijk, er zit wel iets achter. Ik denk dat het een doorgang geweest is, maar die hebben ze afgesloten. Kijk maar. Je kan er wel wat onderkijken. Ja, je kan er wel onderkijken. Hier een of andere doortocht. En dan hebben ze denk ik... Even kijken of we die bladeren weg kunnen halen. Ik ben wel benieuwd wat eronder zit. Wat zit daaronder? Kiekeboe!
Oh ja, kijk nou. Daarachter zie je. Ik denk dat het was onderdoor te maken geweest. Ja. Het is er gewoon helemaal afgesloopt, joh. Ik zie zelf nog een leuning of zo. Zie ik nog. Het is een vreselijk holle bomen. Hoi. Zo, jij vreselijk hol, man. Het is gewoon een of andere. Ja, we zijn helemaal afgesloten. Ja, een of andere doortocht geweest. Ja, die is niet meer in gebruik. Ja, dat wist ik ook niet, joh. Ja, dat heb ik nog nooit gezien. Ik ben wel benieuwd. Ja, dan wil ik nog even verder kijken. Misschien komen we verder op ook nog wel wat grappigs tegen of zo van een dinges of zo. Ja, want toen kom je de raarste dingen kom je tegen allemaal. Ja, daar heb ik er niks voor. Volgens mij is voor de rest is er niks, niks meer hier ook. Maar even kijken, dan even een klein stukje wandelen en dan gaan we even kijken. Maar het is best wel grappig. Ja, dat wel. Hé! Hey. Ja, dat is inderdaad. Zo! Ja, het is altijd wel vergeinig om een beetje toch dingen tegen te komen wat je normaal niet gauw ziet eigenlijk. Maar, nee. Dus, dat had ik nog nooit gezien, dat joh. Nee, het heeft toch wel een beetje zo'n apart. Ik wist helemaal niet dat die tunnel er was of zo. Ja, nee, het is ook net even hoe het loopt natuurlijk. Zo jammer hè, dat het helemaal afgesloten was, als we erin kunnen gaan. Ah, ja, precies. Spookjagen. Ja, spookjagen. Ja. Ja. Op spookjacht alleen. Op spookjacht. Nee. Spook de waarom zeg je dat nou? Dan moet ik weer uit, oh, ja. Moet ik weer uit piepen, oh, ja. Want dan denkt hij. Oh, hij snapt het niet. Hij snapt het echt niet, hè? Hij snapt alweer, het echt niet. Alweer minder zo slecht. Alweer minder. Moet ik weer gaan knippen en plakken? Hij geeft me weer editwerk hoor. Hij kreeg weer gaan editen en zo. Nou, verder hier heb je. Verder okay. Heb je hier niet zoveel meer. We lopen weer terug. We gaan weer teruglopen. Nee, verder heb je niks meer hier, oh. Zo. Een of andere vogel die. Hij hou je bemoeien dus niet mee. Wat bemoei je mee, joh? Ik ben verdomme niet goed bij verstand. Ik ga zeggen, hey, joh, hou je snavel dichtbij. Ja, hou je snavel. Ik ben verdomme niet goed bij verstand. Ik zeg altijd. Ik ben altijd bij mijn verstand. Dat is mooi, ja. We hebben een fijne petje op, hè, gewonnen, ja, hè. Ja, precies, hè, dat is mooi, ja. En de eerste keer in de nieuwe vlog met de nieuwe intro, hè. En de nieuwe outro. Ja, dat ook. Ja, dat is ook niet verkeerd. Ik ben alleen nog maar in de oude vlog geweest. Ja, bedoel ik, ja. Nou, in de nieuwe vlog, hè. Ja, dat is niet verkeerd, hè. Ja, de auto is een paar keer aangepast geweest. Intro ga ik ook nog eventjes een heel klein stukje veranderen. Want ik ben nog over het laatste stukje. Ben nog niet helemaal tevreden, dus die ga ik ook nog even veranderen. Een beetje aanpassen. Ja, ga ik een beetje aanpassen. Vind ik wel, vind ik wel leuk. Ik ben nog niet echt tevreden. Het laatste stukje. Dan vind ik. Vind ik het eigenlijk. Het laatste stukje video vind ik eigenlijk iets te lang. Er had nog een klein stukje tussen gemoeten. Van een ander beeld of zo. Een beetje te veranderen. Ja, dat had eigenlijk wel mooier geweest. Ja, dat is ook al niet verkeerd. Dus ga ik nog even veranderen. Dan wil ik nog eventjes aanpassen. Dat komt helemaal goed. Want het moet natuurlijk wel perfect wezen, hè. Dan zit het er weer heen op. Dus, Kevin die kon niet mee. Helaas, die moest weer wat anders doen. Dus die kon niet mee. Dat is even dat is wel balen. Maar binnenkort komt hij wel weer een keer in een vlog. Komt hij wel weer tevoorschijn. Dat, hè? Ja, dat komt wel weer goed. Dus. Heb je sowieso goede dingetjes. Kijk jongen, hey. Wat een bos, hè. Hey. Ja, ik ga hier nog wel een keertje terug om een langere vlog te maken. Maar ik kan nou niet zo'n erg lange vlog maken. Ja. Omdat ik ook nog even naar een andere locatie moet. Om daar zo weer even verder te gaan kijken. Om daar even verder te kijken. En wat die locatie is, ja, dat krijg je nog te zien. Maar hier kom ik nog wel een keer terug. Ja. En dan zie ik. Hier kom ik nog wel een keer terug. En dan maak ik een beetje uitgebreidere reportage. Ja. Misschien gooi ik mijn fiets wel in de auto dan. Ja, dat zou zo ook. Dat gewoon op de fiets. Een stukje gaat fietsen of zo. Dan kan ik gewoon de auto op de parkeerplaats zetten. Ja, pleuk de fiets achterin. Ja, als het er mooi in past, dan is het niet verkeerd. Ja, ik denk dat dat gaat lukken. Ja. Nou, hier heb je de brug weer. Dat is niet gek, hè. En dan lopen we weer langzaam terug naar de auto. En dan gaan we dadelijk weer even verder naar de volgende locatie. Want ik heb nog een tweede locatie waar ik dadelijk naartoe ga om daar nog een leuke vlog op te nemen. Oh, kijk nou! Een zeilboot. Die is mooi. Een mooi zeilbootje.
Nou, die is echt mooi. Ja, dat niet verkeerd, maar dat is duur hoor. Ja, dat als je zo'n dingetje wil kopen, ik denk dat je wel een hoop poen kwijt bent. Kijk eens. Ja, ik denk dat je inderdaad wel best wel goed hebt. Mooi man. Want ik denk dat we geen bootje varen zo, een beetje terug even wat te doen hebben. Ja, het lijkt me wel lekker hier ook. Ja, het lijkt me wel lekker hier om hier. Er zijn genoeg plaatsen waar je lekker uitgebreid kan varen. Ja. Dat is ook niet verkeerd. Maar... Kijk je niet uit het meer, hè? Ja, weet, weet je hoe dat meer heet? Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Het grote meer van ik kan niet meer. Ja, dat is het ik kan niet meer. Nee. Meer. Nou, hier hebben we de brug weer met die lelijke graffiti die zit en zo. Weet ik voor allemaal. Ja. Allemaal. Van alles een beetje wat. Ja, super. Ja. Ook al mooi. Ja, je hebt gelijk, Ria. Ook al Fuji. Je hebt gelijk, Ria. Ja, zeg maar gewoon ja. En gelijk dat we het hebben. Zeg maar gewoon ja. Ja, Ria. Ja. Dan zeggen we, is goed, Ria. Is goed, Ria. Is goed, helemaal super. Hoppa. Hop. Hop. Hop en pa. Hij haast mijn nek, mijn rug, mijn letsel, alles. Dus, er is nog een auto bijgekomen. Maar ja, nee, hier ga ik nog wel een keertje heen. En dan ga ik nog een keer een beetje wat verder de omgeving laten zien. En zoom hem uit, juist. Niet inzoomen, maar uitzoomen. Maar ja, misschien ga ik de fiets dan wel achterin. En dan dat ik de fiets gewoon hier op een parkeerplaats zet. En dan ja, is dat misschien wel leuk om dat een keer te filmen. Nou, we zijn inmiddels bij de auto aangekomen. En ik ga nog heel even een klein stukje naar achteren. Kunnen jullie daar ook nog een beetje de omgeving zien. En dan ga ik de vlog zo weer afsluiten. Maar ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. En dan gaan we verder over verder op de carvlog. Wat we willen. Oh, what the fuck, jonge auto. Zo, dat is niet slecht. Dit is echt slecht voor je auto. Ja, oh, fuck. Toen gaan we weer even een stukje rijden. Gaan we even verder een stukje rijden, ja. Heb je dan. Zo. Ik wil naar huis. Ja, nou is wat hij wil. Ik wil naar huis. Ik heb geen zin meer. We moeten nog heel even wachten. Ja, we gaan nog even een klein stukje, verderop. Ja. Gaan we er even... Even wat bosje maken nog. Ja. Dat is mooi, ja. Ja. Gaan we ze weer zijn ze aan het vissen. Dat is niet verkeerd. Oh, maar. Dan gaan we weer gewoon de gewone weg op. Oh, dit is echt slecht voor je auto, hoor. Ja, dat is, zo, dit moet je echt niet te vaak... Gaan we een bochtje om, en, zo. En niet te hard hier rijden, want... Nee, precies. Zit je zo door je schok... door je schokdempers heen, ja? Daar word je niet vrolijk van. Maar, hoor. Daar word je niet vrolijk van. Dat is niet niks, zeg maar zo. Zeg wat? Dan gaan we hier zo heen. Ja, we gaan even een klein stukje en dan gaan we zo... richting de volgende locatie. Zo, pauzetjes voorbij. Nou, oké, dat kan ook. Hier is niet gek. Nee, je hebt een paar. Er kwam ook een paar autootjes daarbij. Ja. Dat is ook niet gek. Zo, maar het is nog echt best wel druk. Ja, het is natuurlijk wel mooi weer, hè? Ja, daarom. Dat is, maar ik had niet verwacht dat er zoveel mensen hier op de Plusmaas zouden zijn. Het is meer van ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Is gewoon niet niks. Speciaal meer, hè? Ik kan niet meer. Nee, precies, hè? Ik kan niet meer. Ik kan niet meer op. Nee. Nee. Dat is niet gek, hè? Maar wel goed, hè? Oh, hoe wel er weer in, jongens. Een dijk van. En heb ik eigenlijk godverdomme nog een trui aan. Ik ben eigenlijk nog eens waarom ik de trui aangetrokken heb. Want het was lekker weer, man. Ja, ik zag al vanaf thuis al dat al mooi weer ging. Want ik dacht, nou, ik doe maar alleen maar jekje aan. Ik zal even mijn trui even uittrekken, denk ik, even zo. Voor de goede zaken. Hier in de lichtweide, gaan we hier nog even heen. Voor alle goede zaken. Gaan we hier nog even kijken, ja. Een dijk van, ik dijk niet meer. Miep. Miep, miep, miauw. Hiel. Oh, hier kan je niet rijden. Okay. Oh, jawel, hier. Dat is echt hoor. Met een ik ga niet meer op. Dat is niet niks, maar wel goed. Een beetje omgeving. Waar zijn we nou ergens? Oh, hier. Nou, hier heb je ook geen reet hier, oh, zeg. Volgens mij. Hier zijn ze al het, weet ik veel wat allemaal aan het doen. Ben je Tennessee? Oh, Tennessee?
Ja, hier heb je geen reet. Nou, nee. Ik heb de verkeerde afslag genomen, moeten we de volgende afslag hebben. Ja, dan gaan we maar even. Hier heb je geen reet. Dan wordt het weer opnieuw voetje. Maar het valt me wel op dat als je hoe meer je die kant op rijdt. Ja, ja. Dat je dan niet meer je auto op het gas knikken zetten. Daar kan je je auto tenminste nog op het gas zetten, ja, weet je wel. Ja, dat wel. Ja, dat is. Dat is hier is dat niet zo. Nee, precies. Hier is het gewoon allemaal op de parkeerplaats en je kan niet de parkeerplaats. Nee, precies. Het, moet je een beetje doen, maar even daar komt het ook mooi. Ja, daar komt ook niks. Ziet zo mooi uit. Het ziet er zo mooi uit hier. Oh, ja, precies. Daar gingen fietsers voorbij. Dan kun je daar komen. Nou ja, lekker fantastisch. Ja, lekker fantastisch. Nou, okay. Lekker belangrijk. Ja, precies. Lekker OB. Niet. Lekker OB, ja. OB? OB, OB. Zo, Brimmer die. Die pieperbietje. Ja. Ja, dat is steeds. Anders piept er ook wel eens. Ja, precies daarom. Ik ben ook wel eens weer wat anders. Ja, dat dan wel. Dat piep ik wel wat anders in dat. Gaan we lekker even vooruit houden. Dankjewel. Bos vooruit en. Het is een chickie. Ja, moet ik een. Wat erop. Chickie rijden. Wat erop. Dingetje van nee. Monsieur iedereen. Zo iedereen na. Is niet niks aan. Nee, een dijk van ik dijk niet meer. Ja, een dijk van de gozer. Ja, dijk van de gozer. Ja. Is die gek. Zo, heb je hier niet ergens een mooi plekje of zo waar je kan staan? Ja, dus ik vind dat is een heel goede plaats, Tunt Recreatieschap. Oh, hier kom je bij het recreatieschap uit als het goed is. Recreatie. Komt hier niks aan? Nee, er komt niks aan. Helemaal zoekbaar. Wat hebben we hier ook? Let me see. Nou, zeg. Even kloeren voor de goede zaak. Je hebt hier echt nog geen ene klote meer, zeg. Net als inderdaad even. Ja, het recreatieschap. Ja, precies, dat is het enige dan. Nou, we gaan even lossen hier, ook. Even lossen. Oh, zo. Wow. Dat ging dat net goed voor. Dat ging net goed, hè? Ja, eeuw, eeuw. Niet gek, maar wel goed. Wel goed, maar niet gek. Nee, heb je ook geen. Nee, het is. Oh, dit is het recreatieschap. Ja, dit is, hier heb je ook helemaal niks meer. Dit is die plaats waar. Hier is helemaal niks meer. Dit is ook die plaats waar al die prullen allemaal liggen. Ja, fijn. Ja, dat is voor nu nog niet belangrijk nog. Nee, dat is niet belangrijk. Ja. Dat is niet. Nik. Oh, blink. check, double check. Ja. Even kijken. Nou, je hebt hier niet veel meer. Niks nee. Meer. Nee, je hebt hier zo niet zo geen veel bijzonders. Zo, wat zet ik mijn auto echt? Ik ben lomp aan het rijden, jongen. Ik heb een peuk in mijn klauwen. Ja. En ik zat tegelijkertijd stak achteruit te draaien, maar dat gaat ook niet helemaal zoals het. Zoals het moet. Oh, ik kan niet meer. Ja, het meer kan niet meer. Landschap. Nou, fantastisch hier, ouwe. Nou, je biedt recreatieschap, lekker boeien. Ja, precies. Ja, dat is het. Oh, ik kan niet meer. Ik kan niet meer op. Ik kan niet meer op. Nee, precies. Ik kan niet meer op. Soms zit er mee, soms zit er tegen. Ja. Nou, ik denk dat de vlog maar gaat afsluiten. Hoe lang heb je gefilmd? Dat staat nu 6 minuten 4, 5. Nou, ik vind het best hoor. Asbouw. Dat is helemaal super. Ja, verder hebben we hier niet echt veel meer wat. Ik dacht nee. dat je hier ook ergens nog kon staan of zo, weet je wel. Ja, precies, dat het nog een beetje. Maar, nee, ja, ik kan verder hier niet echt. Zo, lekker ding. Dat is ook wel mooi. Maar, ja. Moet die camera hier. Vorige zit ik te lullen? Haal die camera weg. Kom helemaal gedaan. Zit die camera nou eens hier? Hij is helemaal super. Nee, maar voor de rest, ik dacht dat je hier nog wat plek had waar je ook je auto neer kon zetten of zo. Maar je hebt hier helemaal verder helemaal niks meer, joh. Nee, precies. Nee, het is hier echt helemaal. Helemaal. Ja, je hebt recreatieschap en als je die kant op gaat, dan ga je verder Brielen in. Ja. Oh, ga je verder Brielen in. Ja. Maar dat kan niet. Nee, precies. Want dat moet je ook over fietspaden en zo en wegen wat niet voor auto's toegankelijk is, dus daar gaan we niet verder. Nee, super, precies. Nee, heel lekker wijfje. Lekker wijf zeggen. Lekker hoor, ik ga even mijn aansteker zoeken. Helemaal super. Helemaal toppie op. Oh, ik sta weer in vliegende parkeerplaats. Oh, foutje bedankt. Oh, dat heb ik helemaal niet gezien. Kijk nou, ik zag gewoon weer op een vliegenparkeerplaats hier ook. Kijk, ik heb hem gewoon op een vliegenparkeerplaats gezet. Kijk, ik sta gewoon hier op een vliegenparkeerplaats. Heb ik nog eens gezien. Ik sta nog zo scheef als een hoer ook, maar dat maakt niet uit. Nou, fantastisch hè. Nou jongens, dit was de vlog voor vandaag. Nou jongens, dit was de vlog voor vandaag. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. 400 en
of 402 abonnees. Ja, er konden er nog veel meer zijn, jongens. Doe even allemaal abonneren op mijn kanaal. Want er komen nog een hele hoop leuke video's aan. Samen met Ramonski. Nee, dat is meer Ramonski, hè? En met Kevin natuurlijk. En er komen nog leuke Efteling-vlogs aan. En er komt nog een tripje naar, naar het buitenlandse pretpark. En wat dat is, dat moeten jullie, dat gaan jullie volgende maand of aankomende maand gaan jullie dat zien waar dat is. Ik bedank jullie allemaal. Thanks for watching. Doe een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Heb ik allemaal gezegd al, maar dat maakt allemaal niet uit. En ik zou zeggen allemaal, ja, tot de volgende vlog maar weer. Hè. Doei! Yo!